video van Bothard. Straks, is het zover, gaan we naar de dierenarts. Voor haar namelijk. Dagetjes, zijn. Nu zou het niet, wat is er aan de hand? Jullie weten wel dat haar tandje een stukje is afgebroken. In de eerste instantie zou je... ging ik daar eigenlijk totaal niet voor naar de dierenarts. Omdat ik zoiets had van, ja, ze hebben ons gezegd van, als ze goed eet, is dat ook niet nodig. Maar, ja, nu... de eerste, ik heb niet de vermoeden dat ze eet, ik weet het niet. Maar ik merk ook dat het hier dus aan haar nek echt helemaal dik is. Zoiets, toch wel zeker en vast om te zeggen. En dat maakt me wel een beetje ongerust. Dus ik heb beslist om toch niet langer te wachten en om toch naar de dierenarts te gaan. Ik heb ook gebeld, om 3:30 heb ik een afspraak. Dus ik ben nu wel eens benieuwd eigenlijk hoe dat gaat gaan. Wat ze allemaal gaan zeggen, wat het gaat worden. Ik hoop geen operatie, want dat overleef ik niet. Dus ja, dat is nu wat er nu te wachten staat. Ik weet ook voor de rest helemaal niks, dus ik ben nu ook aan het wachten voor wanneer ik kan gaan naar de dierenarts, dus om 3:30. Dat is nog even. Dus dat is nog even op de tandjes bijten en nog even. Ik ga het even hierop zetten. Dat is aan mijn tand. Wat betreft de school, we zijn vandaag dus voor de eerste keer naar een nieuwe school gegaan om te helpen. Ik was wel heel zenuwachtig. Heel zenuwachtig, dat wil dus echt wel zeggen, ik was echt... Ik bibberde van de stress. Ook wel van de kou, maar ook wel van de stress. Eens dat ik er was, was het wel zo van, oké, we zijn nu... We kunnen de stress wel even onderdrukken, maar... Ja, het is allemaal nieuw, dus alles wat die vrouw zegt... is nieuw. Dus we hebben op school ook wel een werking om te doen. Dat loopt ook allemaal heel goed. Maar daar is echt... het is toch anders dan op mijn school eigenlijk. En dat is heel raar om te zeggen, maar... die gaat eigenlijk al met gewoon 's morgens. Dus we hebben ons verzamelen op de speelplaats. Daar is dat echt een klasje. Allee, voor de winter is het niet zo koud. Allee, het is koud buiten genoeg. Maar ja, voor alles eigenlijk voor alle andere werkingen. Het was natuurlijk wel even te zoeken om een goede commie te sluiten. Hoe dat de werking ging. Maar uiteindelijk, eens dat je er eigenlijk in zit, ik denk volgende week. Loopt dat eigenlijk wel zo goed als... Ja, als vlot. Dus ook de kinderen, ze kwamen meteen aan mij en doen ook gewoon hun ding. Je merkt ook altijd dat er kinderen zijn die dan de naam al kennen. Dan kunnen ook wel iets wat meer extra... aan vragen dan kinderen die het niet weten. Natuurlijk, dat wat stukje verder. Dat er kinderen zijn die het niet weten, maar ook op school en zo. Nu ja, morgen ook terug gaan werken. Dus dat gaat wel even vermoeiend zijn, maar het komt wel in orde. Eigenlijk wel heel tof eigenlijk allemaal. Hoe het allemaal gegaan is eigenlijk. Ik ben eigenlijk al fier op zich dat ik dat toch zo goed als gedaan heb eigenlijk allemaal. Ik heb ook nog appelen geschild. Dat was op onze school, doen ze dat niet. Dus onze school zei van kijk, op onze school, het is van die school, is mijn school niet. Maar op mijn andere school brengen de kleding gewoon dat al in wordt dat niet meer gesneden. Maar daar wordt dat echt wel gesneden. En ja, dat is echt wel, noemen ze dat schillen. Maar ja, als je dat niet gewoon bent, dan is dat natuurlijk, duurt dat natuurlijk wel uren, hè, natuurlijk. Maar voor de rest liep de verwerking eigenlijk allemaal heel goed. Nu, ik zeg het, niet veel wat over te vertellen eigenlijk. Het is gewoon leuk en het was ook heel leuk. Met de vrienden ook allemaal heel leuk. Het was ook allemaal positief eigenlijk. Ik vond het ook wel leuk om met dat mensen samen te werken. Maar in mijn hoofd was wel gisteren van, een nieuwe school, ga ik dan wel kunnen? Hoe gaat dat zijn met die vrouw? En de kinderen, hoe gaan die reageren? En zo ging dat eigenlijk een beetje in mijn hoofd eigenlijk gisteren. Ook vanmorgen nog. Dat ben ik altijd wel als ik naar een nieuwe omgeving ga, maar ik zeg het, is eigenlijk allemaal zeer positief verlopen. Er is geen negatief puntje aan of zo. Dus we zien elkaar terug straks bij de dierenarts. Ik hoop dat het meevalt, want ik heb er toch wel wat schrik voor. Eigenlijk ben ik nog met de vlog van gisteren. Ik had zo mooie beelden gemaakt
Maar die mochten er niet in. Studio 100 vond dat dat niet mocht. Dus ben ik nu opnieuw begonnen aan die vlog te erten. Maar ja, dat is het leven. Daar kun je niet veel tegen doen. Ik heb ook nog gisteren gehoord dat het inderdaad gevonden is. Mijn vliegtuigje is inderdaad terechtgekomen daar. Bij elke dus dat is wel positief eigenlijk. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Dus ja, voor de rest zien we elkaar terug bij de dierenarts. Dus tot straks. We zitten weer in de wachtruimte. We zijn gebracht door de auto. Met de auto en zo. We zijn met de auto gebracht echt naar hier. Dus dat was wel leuk. Eigenlijk maar sowieso door de kou. Want het is pikke koud. Buiten dus. En nu zitten we weer bij de dierenarts. Er is niemand, dus is het geen probleem. Ik zei het, ja, ik kon vanmorgen al komen, maar ja, vanmorgen kon ik niet weg. Ik moest voor de eerste keer naar mijn nieuwe post voor vrijwilligerswerk te doen. Ik zei, ja, kom, kan wel. Ik zei, dan zag ik dat jij zo nog lang zat. Ja, dan kan het ook in de middag. Ik kon eigenlijk toch niet open, hè. Maar je ging toch niet open, hè. Ik ga een keer kijken. Dus ik moet dat op 16 open schrijven. Ik ga het eerst zo proberen. Daar zit kosten op, namelijk hier. Even zien of dat lukt. Lukt dat niet, dan moet ik hem een keer onder verdoving openzetten. Dus toch wel niet. En ze eet ook niet zo goed de laatste tijd. Maar niet door die dingen, maar door haar tand die afgebroken is. Heeft ze gebroken tand? Laat me kijken. Ja. Zie je? Ja, maar dat gaat wel. Zie je, die staan al mooi. Ja, die staan wel goed, maar de, ik zei het, de laatste. Maar het is vooral dat, hè. Ze heeft al wat meegemaakt, eigenlijk. Ik ga proberen dat open te zetten. Eventjes. Ze zijn mijn beste vriend, hè? Ja. Maar tanden doe je wel snel terug. Ja, daar verschiet ik van, hè, eigenlijk. Ik dacht van, oh, maar God, wat moet ik doen? Hè? En dan dacht ik zo van, ja, dan heb je die idee's. Zaterdag was dat ik gebeld had op de vrijdag. Misschien moet ik al terugbellen of iets anders. Het is allemaal wat, hè, meisje. Ik heb toch wat met die beest. We zullen de kleine updates eventjes geven over de muffin. Je hebt het gehoord met de dierenarts, eigenlijk hebben we gezegd. Maar ik heb niet meer gefilmd, waarom niet? Als wij naar een dokter gaan, een dokter, dan, en er wordt zoiets gedaan, dan zou je ook zeggen, nee, liever niet. Dus ik heb eigenlijk maar gefilmd tot het waardig. Dingen gefilmd, al wat dat onwaardig was, heb ik niet gefilmd. Bewust niet, omdat ik ook iets had van, nee, dat doen we niet. Dat is bewust gedaan. Dus wat heeft Snuffel nu voor? Muffin. Dus die heeft een grote absces. En als het dan niet weggaat met antibiotica. Dus antibiotica die ze moet pakken trouwens. Dan moet er een operatie volgen. Dus. Ja. En dat is heel erg natuurlijk, want dat is op zich natuurlijk ook niet heel leuk om dit natuurlijk te horen. Maar wij kunnen natuurlijk niet zo heel veel doen daartegen. Dus we moeten nu gewoon wachten totdat alles zijn werk doet natuurlijk, de natuur. Dus volgende week maandag terug op controle eigenlijk. Dus dat is heel belle controle. En hopelijk is het dan opgelost. Ik hoop ook alleszins, ik weet niet waar mijn vriend zit. Waarom ben ik met de auto gegaan? Omdat mijn begeleider Jo hier toch was. En ik dacht van, dat is mooi meegenomen. Dan hoeft dat beestje ook niet echt door de kou te gaan. Want het is echt 2 graden buiten. En daardoor zijn we dus met de auto gegaan. En als we echt in de auto zat, heeft het laten zien. Echt grappig om te zien eigenlijk. Ja, ik zie natuurlijk ook niet alles. De foto. Dus ik ga het even bij pakken. De foto is even laten zien.
Dus ik heb dat met de camera getrokken, juist met die camera. Dus ik kan dat niet laten zien. Spijtig. Heel spijtig. Voor mensen die me nog steeds... je kunt me ook altijd volgen op TikTok. Dus ik ga even mijn account laten zien. Dat staat nog niet aan. Dat is mijn account. Ik weet niet of je het goed kunt zien natuurlijk. Nu, misschien wel. Dit is mijn account. De foto eigenlijk met schieten erop is mijn account. En dat zit ik heel vaak op. Dus wat ik zeg, het vandaag is niet zo heel veel gebeurd. Hoe komt dat? De eerste, omdat er niet veel te vertellen valt. En het tweede, dat is natuurlijk zo. Ja, als je naar school moet en zo, dan kun je ook niet heel veel dingen vertellen. Ten eerste al. Dus en toen moest ik met mijn dierenarts. Dus ik mag wel een beetje zorgen om Muffin, om eerlijk te zijn. Omdat zij zo van, ja, hoe jong is die? En ik dacht, ah, nee. Toen was dat zij. De volgende updates gaan wel meer... twee brengen, gaat er zeker nog van horen hoe het allemaal gaat zitten en zo. Dus voor de rest kan ik alleen maar zeggen, doe een zeker duim omhoog om haar te steunen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zien we elkaar morgen weer terug in deze gloednieuwe video. Tot ziens!